Zo, nou, het is zaterdag, het is heerlijk weer en ik ga vandaag naar kantoor, want ik wil deze video opnemen in mijn kantooromgeving. Stiekem was ik er eigenlijk al, dus hoe heet het, ga naar binnen. Dit is mijn plekje. Ik had net al een video opgenomen, maar ik moet je dus iets bekennen en dat is waarom ik deze video opneem. Vorig jaar, nu komt het. Vorig jaar was ik begonnen met een serie vlogs en toen had ik een YouTube kanaal waarbij ik had beloofd van joh, elke week een nieuwe vlog. En ik had mijn dochter erbij ingeschakeld, die was ook aan het vloggen. Ik had me juist zo voorgenomen om het vol te houden, al was het alleen maar voor mijn dochter. Nou, wat gebeurde er? Mijn dochter moest naar school, ze stopte met vloggen. Ik ging naar de Kilimanjaro en daarna heb ik nog meer vlogs gemaakt. En toen ben ik gestopt, want het paste allemaal niet in mijn hoofd, zo dacht ik. En ik kom nu tot een ander inzicht. En wat is dat andere inzicht? Is heel simpel dat ik erachter kom dat ik niet met mijn bestemming bezig was. Dat ik niet aan het doen was waarvoor ik gemaakt was. Ik was allerlei flitsende prachtige vlogjes aan het maken en dat kostte me ontzettend veel tijd. En daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dit is ook een, zeg maar, niet of nauwelijks gemonteerde video. Het gaat maar om de boodschap. En 2 weken geleden, toen wist ik het even niet meer. Ik was alles zat. Ik wilde overal mee stoppen. En dat was een heel ongelukkig gevoel. Want veel mensen die kennen mij als een succesvol business coach. Maar ik zag mezelf helemaal niet als succesvol. Ik was eigenlijk alleen maar bezig om mezelf kleiner te maken en om niet te genieten van wat er was en alleen maar bezig met wat er niet was. Nou, wat ga je dan krijgen? Dat wat er niet is? Nee, dat wat je niet wilt. En dat is een heel raar proces geweest. En dat duurde niet heel lang. Oftewel, ik snapte dat ik op een plek was waar ik niet wilde zijn en ik besloot toen om mijn passies te gaan ontdekken of te herontdekken. En ik startte mijn passie challenge. En vanaf dat moment zijn er de mooiste dingen gebeurd. En toen is er een passie challenge gekomen die ik ook heb gedeeld met de wereld, waar je aan mee kunt doen. hugobakker.com/passie-challenge. En ja, life will never be the same, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik echt, echt super geweldig. Dus vandaar dat ik nu deze vlog opneem. Geen commitment van er komt elke week een vlog of iets dergelijks. Maar wel een commitment dat ik meer mijn passie ga leven dan dat ik ooit gedaan heb. En ja, dat wilde ik heel graag nu met jou delen. Ik zit echt mijn best te doen om steeds in de camera te kijken. En dat is erg lastig als je met zo'n telefoon aan het opnemen bent. Maar weet je, ja, ik geniet heel erg van de mooie dingen die er op dit moment gebeuren. Ik kan allerlei voorbeelden geven, maar als je de Passie Challenge volgt, dan maak je het ook, zeg maar, wat van dichterbij wat meer mee. Maar er gaan hele gave dingen gebeuren. Tot zover deze, ja, ongemonteerde vlog. Groetjes.